Welkom. In deze video wordt besproken hoe jij als student je wachtwoord kan veranderen. Let op, houd er rekening mee dat je na de wijziging je nieuwe wachtwoord moet opgeven voor alle HVA-diensten, waaronder TestVision, Teams en e-mail. Om je wachtwoord te wijzigen ga je in de browser naar id.student.hva.nl. Klik op Wijzig je wachtwoord. Er wordt nu gevraagd om je gebruikersnaam. Let op, dit is je HVA-ID zonder ad.hva.nl of het hva.nl erachter. Druk op Volgende. Bedenk een nieuw sterk wachtwoord en vul deze in. Wees er zeker van dat jouw nieuwe wachtwoord voldoet aan de eisen voor wachtwoorden. Je wachtwoord moet bijvoorbeeld minimaal 12 tekens en een hoofdletter bevatten. Je kan alle vereisten hier nalezen. Druk op Volgende. Je wachtwoord is nu gewijzigd. Het kan even duren voordat je wachtwoordwijzigingen door alle HVA-systemen zijn verwerkt. Wacht een kwartier voordat je weer probeert in te loggen met je HVA-account. De volgende stap is jouw nieuwe wachtwoord opnieuw invoeren bij alle applicaties waar je dit wachtwoord gebruikt, zoals HVA-diensten, waaronder e-mail, printers, wifi, HVA apps zoals Office, OneDrive of Teams en HVA websites, mijn HVA en Brightspace. Dit is een belangrijke stap. Wanneer je dit vergeet, loop je de kans dat je account geblokkeerd wordt. Bijvoorbeeld doordat je browser je oude wachtwoord heeft opgeslagen en daarmee meerdere keren probeert in te loggen. Na een aantal keer te hebben ingelogd met je oude wachtwoord wordt je HVA-ID automatisch geblokkeerd. Dit wil je voorkomen. Voor instructies over hoe je jouw nieuwe wachtwoord kan instellen voor mobiele apparaten en tablets, zie de instructievideo die daarvoor gemaakt is.